Ik heb hem al een paar weken in bezit, maar vandaag gaan we eindelijk beginnen met de Vespa. Dit is het eerste deel van de Vespa. Leuk feitje, de blauwe kleur is een hele zeldzame kleur van Lego. En leuk dat een D-set extra deel blauw zit. Heel het scootertje wordt blauw. We gaan verder met deel 2. Deel 2 van de Vespa is de bovenkant boven de motor en het zadel en dit bagagerekje. Leuk om te zien dat het echt al de vorm begint te krijgen. Ik vind de achterkant is ook met stickertjes. Het wordt een Romeinse Vespa zo te zien. Leuk detail vind ik de achterlichtjes, dus het begint er leuk uit te zien. We gaan verder met deel 3. En deel 3 zit erop. De voetsteunen. Deze ronde dingen. Mooie met die rubbertjes erop. Nee, die zijn van de kunststof dan. En de voorkant. De lampsticker zit er al op. De Piaggio sticker. Hier twee dingetjes. Eén ding wat niet klopte. Wat ik eigenlijk bijna zeker weet dat het niet mijn schuld is, dus dit dingetje, deze, die klopt niet. En er zit in dit zakje ook geen andere. Dat we twee van dit soort hebben, dat alleen aan deze kant en aan deze kant. Dus ook even kijken of je een andere voor kan krijgen. Dus, maar dat komt goed. Dus we gaan verder met deel 4. Dit was deel 4. En deel 4 bestaat uit deze zijkantjes met stickers. Vespa stickertje en alleen Vespa sticker. En de beschermkapjes voor de motortje en de wielen. Ook met stickers. En deze kun je makkelijk afhalen om het blokje te zien.
En die gaat niet zo makkelijk terug als ik zou willen. Zo. Het begint steeds meer vorm te krijgen. Hè. Hier zit de benzinetank. Hier zitten wat luchtroostertjes om te koelen. We gaan verder met deel 5. Dit was deel 5. En 5 waren de wielen, de uitlaat, de standaard wielen. En ik heb ook ontdekt wat ik hier fout had gedaan. Ik had toch zelf fout gedaan. Kan bijna niet, maar toch. Een van deze haakjes had hier moeten zitten en die daar. Dus ik kwam er een tijd achter, dus het was zo gefixt. Ik zei net dat dit de lamp was, maar dit is dus de lamp. Dit is gewoon een logoetje of een filtertje, ik weet niet precies wat het was. Als je moet het weten, gooi maar in de comments. Maar wat was dit vroeger? Ik wil het graag weten. Standaard, kan ook in, kan hier rijden. Er zijn een paar dingen niet goed, maar hij is nog niet klaar. Er komen nog een paar kleinigheidjes en dan is hij klaar. We gaan verder met deel 6. En het laatste stuk is ook afgerond, dus hij is helemaal klaar, de Vespa. Maar hij is een beetje, er hangt een helmpje aan het stuur. Maar ja, alles doet het, alles draait en beweegt. En ik heb een grappig helmpje erbij, een potje van vroeger. Dat bedoel je even zo. Zo. Er zit nog een mandje zit erbij en nog wat bloemetjes. Vroeger was dat een ding, denk ik, om met bloemetjes rond te rijden. Oh, bloemetjes vallen eruit. Ja. Oh. Gelukkig zijn het geen echte bloemen, dus kunnen ze zo weer terug. Ja, een leuk ding. Meer kan ik er niet van maken. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer bij de Star Wars video. Tot de volgende keer.